We zijn hier op de Campina bij de schaapsherder Willem Cornelissen. En ik vraag me eigenlijk af wat iemand bezielt om schaapsherder te worden. Mooi rustig aan en dan met stilletjes ook probeer te worden. Ja, en hoeveel schapen heb je nou in die kudde lopen? Hier loopt op het moment 163. 163, en jij loopt alleen op een klein stukje hier, wat we net zagen, of loop je nee, op heel de Campina? Nee, dat zijn verschillende stukken. Het is de bedoeling van de natuurmonumenten om hier zoveel mogelijk hei terug te krijgen, zoals het oorspronkelijk was. Dat is wel de bedoeling. Maar ja, daar word je wel, ja. Ik was tussen hier aan het herderen een paar maanden en toen kwamen de mensen vragen, waar is er al hei? Kijk, en zo vlug gaat dat niet. Je moet zo rekenen voor de Campina, als het ooit komt. Dat blauw zie, gaat er toch wel een klein mensenleven overheen door. Plaggen, dat is toch het afsteken van de bovenste grondlaag? Dat is de hei plus de turflaag, zal ik het maar makkelijk zeggen. Met die af te schrapen, dat je de oude grond weer terugkrijgt. Waar dus nog niet bevuild is met het zaad van Molinia en Berk en het. En dat je dan dat zaad de kans krijgt en dat schiet massaal uit. Waarom doen ze dan niet gewoon alles plaggen? Ja, stel dat je het ook wel een stukken die tegenvallen. Dat er net op komt, daar komt er een strenge winter op, of een dreuge zomer. Dus het risico te spreiden eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, datzelfde als je een bos, dan moet je ook maar één keer dunnen in de zoveel jaar. Je zegt ook niet, nou het bos moet op den duur weg, zag het maar massaal helemaal kapot, dat begint ook niet aan. Dus dat gaat ook heel geleidelijk, zo natuurlijk mogelijk. Hij is geen puur natuur, het is wel iets waar door de mensen in stand gehouden moet worden. Maar ik dacht wel echt op zo natuurlijk mogelijke wijze. Toch komt toe. Ja. Kijk, het is toch weer, of het nou zon schijnt of het regent, weer is het. Ja. En we hebben het een ene goede weer is, is er een andere geworden weer. Maar jouw baan blijft in ieder geval bestaan? Dat weet ik niet. Dat is niks zeker tegenwoordig. Kan goed volgend jaar afgelopen zijn. Maar er is werk zat in ieder geval. Daar is voor mijn werk genoeg. Ook zonder schapen, maar ik hoop natuurlijk met de schapen. Ja. Ja, ik hoop dat ik deze een lengte van jaren kan doen. Willem, jouw werkdag, hè? Want jij werkt van maandag tot en met vrijdag, hè? Mm-hmm. Dan vertoef je hier op de Campina. Maar hoe ziet zo'n werkdag van jou er nou uit? Want, ja, loop je nou heel de dag op de hei? Of kom je hier 's middags bij de stal terug om je boterham op te eten? Nee, dat doe ik al tegen de boom. Nee, en drinken gooi je ook tussen de deur. En het is morgens kom ik bij het weiland, het zij bij de stal aan. Ja. En dan zet ik mijn fiets weg en ondertussen in de hond te schapen naar bij elkaar. En dan vertrek ik mee naar de hei. Een half uur eraan zit ik al min op de hei, want dan lopen ze vlug, dan hebben ze wel honger. En daar blijf ik tot. Ja. Dat ligt er om waar ik zit. Hè. Ja. Het is maar ooit een half uur gelopen, maar het is ooit van polling ver af. Ja, dat loopt een uur en een kwartier op met de schapen. Zeker s'avonds als ze dan dik zijn, dan lopen ze wat rustiger. En dan is drie kwartiertjes fietsen nog met een hond naar huis. En heb je iedere dag een vaste route? Die je loopt op? Meestal wel. Het zijn wel dezelfde gemaaide stukken die ik dagelijks afga. Ja. Er zijn ook stukken die ik twee keer in de week pak. Waar dus de geplakte hei, waar dus veel berg op staat. Ja. Nou, dan loop ik twee keer per week. Ja, een pompje gaat er overheen. Dat is maar lopende werk, want ze vatten ze hup, 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 die berg ze uit. En ziet het dat ze toch geen zin meer in hebben. Dan stuurt een hond om, dan draaien ze terug naar een ander stuk. Want je kunt ze toch niet verplichten een berg te vreten, want dan gaan ze liggen.
Als ze er dan bij vol hebben, dan denken ze bekijk, ik heb mijn bos, maar ik vat dat niet meer. Dat doet hij in het café ook niet. Ja, ik heb genoeg, dan ga je eruit. Nou, ik ben een domme jongen. Ja, ik wil nog wel eens deur gaan dan. Maar... Ja? Ja, ja toch wel. Ja. Ja, dan ben ik hier smaars iets later. Ja. Ja. Hey, maar je had het al over die hond, hè? Hmm? Ik heb gezien dat dat beest fantastisch werk doet. Een lief hondje, maar had bij wijze van spreken nog nooit geen schaap gezien. En de schapen waar ik toen... Nee. En de schapen waar we mee begonnen zijn, die hadden nog nooit geen hond gezien. En ik had nog nooit geherderd. En toen hadden we met de lammer erbij nog ruim 500 schapen. Dus je kunt wel begrijpen hoe ik hier begonnen ben. En die hond af te richten heb ik een week een stuk niet kunnen praten. Zo heerlijk waar. Maar het is wel goed geslaagd in ieder geval. Ja, jawel, we hebben het doorgezet. Er is hier nog ooit een herder geweest. Hij zei met die schapen en die hond is over 10 jaar nog niet. Ik zeg ja, ik probeer het toch wel. En dan liet hij dan zo'n pakje weten door een ander. Wilde nog herder worden? Ik zeg ja, dat zeggen ze thuis ook. Van goed nat thuis kwam en een hond vol modder en alles. Wilde nog herder worden? Hebben ze voor me gelachen. Hoor. Ik zeg ja, daar gaat deur. Kijk, deur zetten. Hè. Zo'n hond, hè? Blijft hij nou de hele dag ook aan het lopen? Die schokt veel af. Je hebt ooit, ja, dat is het verschil van dagen. Je hebt dagen ooit maar warm weer, als de schapen morgens een beetje gevreten hebben, dan willen ze nog een ander stuk. Ja, daar gaat dus niet op. En, nee, dan blijven ze waar wij willen dat ze eten. Ja. Kijk, want als je dat ene keer toelaat en je laat ze in het bos lopen, dan staat je smeelde. Ja, daar lusten ze wel, ja, maar als er één keer geweest zijn en je laat ze de gang gewoon, ja, dan krijgen ze dan, proberen ze het heel de dag voor. Je hebt ook dagen dat de schapen heel makkelijk zijn. Dan kan je echt dus een half uur bij men, dat ik denk, nou, ze lopen mooi te grazen, weet je niet. En dan hou ze dan zelf al in de gaten, dan mag je rustig eens een keer uitpuffen. Maar ik heb ook dagen, en veel dagen, dat hij 's morgens hier aankomt en dan is hij al 3 kwartier gelopen. En dan is het heel de dag, nou, dat hij geen half uur per dag ligt. En dan is hij heel de dag nat. En slechts met de weer en weer en zo. Jawel, dan heet je het niet goed. Nee. Want jullie lopen eigenlijk met z'n tweeën de hele dag, hè? Nou, ik zit meer als hij. Maar je kunt geen uur boos schapen weg. En ook niet met die hond. Want dan laat je ze krijgen, dan denk je bekijk ik het maar. Ja. En dan ben je alles kwijt. Dus dat lukt ook weer niet. Willem, merk je hier nou bijvoorbeeld iets van die verhalen van zure regen of zo? Jawel. Dat jij dat kunt zien? Want jij zit toch iedere dag hier, als iemand het ziet, dan denk ik dan... Ja, meestal dan komen de mensen vragen stellen. En dat heb ik nou eens een keer niet gedaan. Ik denk misschien ziet u het zelf aan, maar je ziet er ook geen donder van. En die dode berken die hier staan en op de hei ook. Ja. En die nou nog dat je kunt zien van het kokkenpot en de dennenbomen. Je hebt erbij, die zijn voor het zo kool. Dat stond maar alleen de jonge Nolten aan. Tweede jaar van de tweede er al af. Nou, dat zijn boom die stokte maar wat rust op. Die rond er toch niet meer deur. En die stond er enorm vol. En als je dat hier ziet, hoe had hij dat terug uitgegaan? Nog? Ja, dan worden we nooit weemoedig. Dan denk je, waar ben ik er toch mee bezig? Maar ja, als je er niet meer aan de gang blijft, wie doet het dan, wat wordt het dan? Ja, van de ene kant ben je dan bezig met de hei te redden en van de andere kant... Gaat het bos naar de knoppen? Ja. Ja, maar het bos wordt ook wel veel gedaan. Ja? Jawel, want collega's van mij ook en meer dunnen en... Ja, dat wordt van alles nog gedaan, maar het ergste komt van boven. Vroeger zijn ze al het goede komt van boven, zijn die katholieke mensen. Nou, nou komt er wat een hoop rotzooi af. En we doen het allemaal zelf. Ja. Jij ook, hoor? Ja, ik ook, ja. Let ik ook ben een, je bent ook in de viezerik. Ik vind mensen zijn nog viezer als ratten. Ja, dat is waar. Raten kunnen vullen, ik heb het maken, maar daar vergaan nog. Maar mensen maken zo'n hoop rotzooi, nou, het is gewoon te gek. Heb je hier ook last van mensen die hier toch op het terrein komen, of niet? Hoe bedoel je, mogen mensen op het terrein komen, mits ze lid zijn van natuurmonumenten? Willem, ik wil jou hartstikke bedanken voor het gezellige gesprek en voor een rondleiding hier met jou kunnen. Graag gedaan. Hartstikke bedankt en het allerbeste met je werk. Dat zou wel lekker. Oké, bedankt. Jawel.